Hallo, mannen. Wat doen jullie hier? Woonde jij hier? Ja. Mijn ouders zijn gewoon niet thuis. En zet jij Tim de Ridder? Ja. Ja, je hebt daar straks een foto gestuurd naar je moeder? Naar mijn mama? Nee. Ja. Denk eens goed na. Oh, nee. Oh, nee. Weet jij wel wat je moeder aandoet? Ja, ik heb 30 gemiste oproepen. Ja, en waarom pakte jij niet op? Ik weet het niet. Ik heb het niet gehoord. Mijn gsm lag nog thans heel dat naast mij. Ja, logisch als je met koptelefoon zit en keiluide muziek. En ook, wat is de bedoeling met zo'n foto? Ja, dat zo'n is... strop rond je nek? Ja, dat is mijn kostuum voor een klas 5 volgend weekend. Ah. Een kostuum? Ja. Ja, kijk, ik wou dat naar een maat van mij sturen. Ja. En ik heb dat blijkbaar naar mijn mama gestuurd. Oh ja, en ik vind dat precies ook grappig. En je vriend ook. Ik vind dat niet om te lachen, hè, zoiets. Dat is gewoon typisch iets voor hem. Bon, belt je ma en zeg dat je oké bent. En ja. Zet het maar op speaker, dat we het gesprek kunnen volgen. Ik ben ongelooflijk opgelucht dat er niks ernstig aan de hand was. Echt. Maar we gaan Tim heel duidelijk maken dat hij voortaan meer rekening moet houden met zijn moeder. En ook een strop rond zijn nek. Dat is niet zo mee te lachen. En dat moet hij heel goed begrijpen. Tim? Ja, dag mama, ik ben het. Ik ben oké, hè? Oh my Tim, waar ben je nu? Ja, ik ben met Pieter. Ja, sorry. Ja, maar sorry. De politie is wel naar u op zoek. Beseft je dat eigenlijk wel? Ja, ik weet het. Hier zijn twee agenten. Ja, mevrouw, we zijn hier, hè. Alles is oké. Okay. We gaan uw zoon naar huis brengen en dan zullen we daar alles uitleggen. Ja, oké. Okay. Ja, dank u dat je me hebt gevonden al. Ja, geen probleem hoor, mevrouw. Geen probleem. Ja, sorry, mama. Tot straks. Ja, dag, mama. Ja. Kom, we brengen u naar je mama. En jij? Zet in het vervolg uw muziek minder luid. Hier wonen nog andere mensen. Sorry. Huh? Tot de volgende. Tot de groep naar je mama. Tot. Ja, en stop maar met lachen, jij. Huh?